Prickmark Display is een ontwikkelaar en producent van allerlei winkelmaterialen en displaymaterialen om tijdelijk de verkoop op de winkelvloer te activeren. Printpoint werkt onder andere voor Verkade, Starbucks, Philips, Heineken. Dat zijn een beetje de gerenommeerde merken die hier voorbij komen. Ja, we hadden erg behoefte aan een goede basis van mensen die we flexibel in kunnen zetten. We hebben partners gevraagd om daarover mee na te denken. Uiteindelijk is daar Randstad als beste partij uitgekomen. Het probleem in kaart gebracht. Waar zijn zorgen zaten was vrij snel helder. Uiteindelijk kun je ook wel heel snel een oplossing bieden, maar je moet wel de juiste oplossing bieden. Daar hebben wij bij Randstad ook wel goed over nagedacht, hè, van welke mogelijkheden zijn er. En waar is Printpoint het best bij geholpen? En uiteindelijk hebben wij daar een voorstel voor gedaan. We kwamen met meerdere voorstellen, meerdere oplossingen. En dat was het prettige aan Randstad, dat we ook daar de keuzemogelijkheid hadden uit verschillende opties. Randstad is gewend om snel te schakelen, om snel ook mensen te kunnen leveren en op dat soort oplossingen in te spelen. Payrolling is een flexibele manier mensen in kunnen zetten, zonder dat je daar als ondernemer grote arbeidsrechtelijke risico's loopt. Voordelen van payrolling zijn voor onze organisatie is flexibel in kunnen springen op de capaciteitsvraag die er is bij ons. Dus zowel de pieken en dalen op kunnen vangen in de capaciteit, maar ook meegroeien met de ontwikkeling die ons bedrijf doormaakt. De opdrachtgever, de klant, het bedrijf, zelf de mensen werft en selecteert, van die wil ik graag hebben. Maar ik wil ze niet op mijn eigen payroll hebben, dus besteden we dat uit bij een payroller die formeel werkgever wordt en zich ook gedraagt als werkgever. We nemen dus ook alle risico's en lasten op ons, maar iemand is wel dedicated, inzetbaar voor die klant. Dus we werken wel bijvoorbeeld hier alleen bij Printpoint. Tip voor andere bedrijven is, de oplossing is vaak niet het probleem. Een dubbelzinnige opmerking. Maar laat anderen nadenken over het probleem wat jij in huis hebt en laat hun nadenken over de mogelijke oplossingen. Zij zijn daarin gespecialiseerd en als je een goede toegewijde partner hebt die gespecialiseerd is daarin, dan zijn sommige dingen toch mogelijk.